U komt voor de butler service? Ja, ik heb ze gebeld. Ik zei, wat moet ik doen? Ja, kom maar. Nou, er komt de butler aan. Nou, fantastisch. Een citroen merengue taartje en een paastolletje. Heel goed. Oké. Leuk. Dankjewel, hè. Ja. Helemaal goed. Ik ga u de butler sturen. Dank u. Op het moment dat de mensen in de buurt zijn, kunnen ze bellen. En dan komen wij als butler met de bestelling naar buiten. En zetten hem contactloos in de auto. 2 aardbeienslof en 2 sazijsbroodjes. Ja, heel goed. Dankjewel. Dat is een geweldige service, moet ik eerlijk zeggen. Het zijn geboren bakkers. En ze vinden het ook echt superleuk om butlers te spelen. En ze vervullen hun rol echt supergoed. Goedemiddag. Heeft iemand een bestelling gedaan? Ja, ik heb wel een bestelling. Ja? Ik kan hem voor u ophalen. Mensen vinden het leuk dat we er netjes bij lopen. Maar het is een beetje uit nood geboren. Ja, kantoren zijn dicht. Voor bedrijven en kantoren hebben we weinig tot geen bestellingen. Maar we zijn toen gaan nadenken van hoe kunnen we het voor de klant aantrekkelijk maken om toch bij ons te komen. En het werkt. 6 tot 8. Wij hebben een vrij kleine winkel. Er mogen maar 2 klanten tegelijk in onze winkel zijn. Sommige klanten zijn echt heel angstig dat ze iets oplopen of dat er iets gebeurt. Je raakt toch een beetje zenuwachtig als zoveel mensen in één winkel staan. En op deze manier loopt de klant geen risico om of met andere klanten in aanraking te komen, met ons in aanraking te komen. 2 aardbeienslof en een paasbrood. Klopt, helemaal super. En zo hopen we toch een beetje het zonnetje bij de mensen in huis te brengen. Zodat ze snel en veilig kunnen winkelen. Dankjewel. U ook bedankt mevrouw voor de bestelling. Ja, en hopelijk tot ziens hele fijne dagen. Ja, dankjewel. Oké, dag. Dag.